graag heet ik u heel hartelijk welkom hier in uw gemeentehuis. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunnik. En om te beginnen wil ik u namens het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de medewerkers van de gemeente Bunnik en mijn echtgenote Linda een goed, bruisend, gezond en succesvol 2011 toewensen. Vol met inspiratie. Uw aanwezigheid hier vanavond toonde betrokkenheid en verbondenheid met onze mooie gemeente. En ik vind het erg fijn dat zoveel mensen vanavond weer de weg naar ons gemeentehuis hebben gevonden. Voorafgaand aan deze nieuwjaarsreceptie heeft de officiële opening plaatsgevonden van de volledig vernieuwde publieksbaan en het nieuwe WMO-loket. De ingrijpende verbouwing van deze hal is nodig geweest om de gemeente ook in fysiek opzicht klaar te maken voor de uitdagingen van deze tijd. Uw gemeente als eerste overheid vraagt om dienstverlening op maat. De recente verbouwing geeft ruimte voor de dienstverlening en geeft ruimte voor privacy. Met name de mogelijkheden binnen het nieuwe WMO-loket zijn door deze verbouwing fors toegenomen. Dames en heren, om er met het jaar met de deur in huis te vallen, 2011 wordt een stevig jaar. Het eerste volledige jaar van het huidige college. En ook het jaar waarin het huidige college niet meer het nieuwe college is. Het is het jaar waarin de door de gemeenteraad geformuleerde ambities stevig en zichtbaar vorm moeten krijgen. En het wordt een jaar van afwegingen, dilemma's en keuzes. Er zullen dit jaar stevige keuzes gemaakt dienen te worden. Bijvoorbeeld op het terrein van de financiële ombuigingen. Een landelijk thema, doorgevoerd naar lokaal beleid. Financiële deelname van de gemeente zal de komende jaren op tal van terreinen minder vanzelfsprekend worden. We zullen dit jaar keuzes moeten maken die ervoor moeten zorgen dat we de komende jaren structureel €250.000 zullen bezuinigen om zo in het jaar 2015 de noodzakelijke ombuiging van €1 miljoen te hebben behaald. En op voorhand is er geen enkel beleidsterrein dat niet tegen het licht gehouden wordt. Noem het maar, zo aan het begin van mijn nieuwjaarstoespraak, een stevige winstwaarschuwing. Maar naast bezuinigen en minder geld uitgeven, zullen we ook gaan kijken of er meer opbrengsten te genereren zijn. En je zou je voor kunnen stellen dat we voor lastige dilemma's komen te staan. Die de vraag stellen of je, bij wijze van een voorbeeld, de komende jaren meer woningen wilt bouwen om investeringen in de samenleving mogelijk te maken. En bij alle afwegingen die we maken, zal geld en dan met name de beschikbaarheid ervan en realisme een belangrijk uitgangspunt en argument zijn. Creativiteit zal de boventoon voeren. Want de komende maanden zullen er ook belangrijke keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de realisatie en de invulling van een nieuwe wijk voor Rodijk. We zullen keuzes dienen te maken op welke wijze wij invulling kunnen geven aan de financiële haalbaarheid van de realisatie en aan welke knoppen wij zullen gaan draaien om realisatie mogelijk te maken. En ook zullen we keuzes moeten maken met betrekking tot het realiseren van de grote duurzaamheidsambities die de gemeenteraad als een van haar prioriteiten aan het college heeft meegegeven. We zullen met u en met de gemeenteraad in gesprek gaan over de herijking van het WMO-beleidsplan. Een uiterst belangrijk document dat de haarvaten van onze samenleving raakt. We zullen gaan kijken of en op welke wijze we een intensievere ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijk en Duurstede op gaan pakken. En we zullen dit jaar een start gaan maken met de intensieve samenwerking tussen 6 regiogemeenten en de regionale sociale dienst op het gebied van ICT. Samenwerking intensiveren om de kwaliteit te verhogen en mogelijke kwetsbaarheid terug te dringen. Dat is het devies voor de komende jaren en zo noodzakelijk. En binnen een aantal weken zullen we een start gaan maken met het werken aan de invulling van de eerste prioriteit die de gemeenteraad in haar coalitieakkoord aan het college heeft meegegeven. We gaan samen met u, samen met onze inwoners, het bedrijfsleven,
verenigingen, belangengroepen of zo u wilt, actiegroepen aan de slag om daadwerkelijk te komen tot een nieuw strategisch communicatiebeleidsplan. En we zullen samen met u in gesprek gaan over hetgeen u verstaat onder interactieve beleidsvorming. En ik wil u graag meegeven dat daarmee een diepe persoonlijke wens van mij in vervulling gaat. Ik hoop vurig, dat we gezamenlijk een modus vinden op welke wijze we de kennis en de kunde die de samenleving van Werkhoven, Odijk en Bunnik herbergt een plek kunnen geven binnen de beleidsvoornemens van het college en binnen de besluitvorming van de gemeenteraad. Wij zullen u daarvoor zeer actief gaan opzoeken. Het plan is om met een mobiele stand Werkhoven, Odijk en Bunnik in te trekken, om ideeën op te halen. Waar wilt u over meepraten? Waar wilt u over meedenken? Waar wilt u over mee beslissen? Op welke wijze wilt u betrokken worden? We zullen u ook uitnodigen hier op het gemeentehuis en wellicht gaan we werken met een burgerpanel. En we zullen veel actiever dan nu gebruik gaan maken van de sociale media. We zullen veel informatie geven, maar vooral ook vragen via de projectwebsite www.wijzijnaanzet.nl die op dit moment in ontwikkeling is. En wij, dat bent u. Wij zullen er met elkaar uit moeten komen wat we verstaan onder interactieve beleidsvorming. Wat is de invloed van u? Het zal van ons allemaal aanpassing vereisen. Het college doet een stapje terug. De gemeenteraad doet een stapje terug. En u, allemaal, zet een forse stap vooruit. Maar zijn we er dan? Interactieve beleidsvorming en deelname van inwoners zal zeker niet vrijblijvend zijn. Als u meedoet, doet u volwaardig mee. En spreekt u mee over de dilemma's. Als we ruimte geven aan de inwoners, dan is het niet zo dat u alleen kunt aangeven wat u niet wilt of wat u wel wilt. U draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de discussie hoe we iets gaan doen en op welke wijze de realisatie mogelijk is. Binnen al die keuzes zal, en dat zal u niet verbazen, ook geld een belangrijk uitgangspunt en argument zijn. Ik heb de samenleving van Bunnik in de afgelopen jaren leren kennen als een krachtige samenleving. Als een samenleving ook die deze vraag, de vraag om werkelijk aan de voorkant mee te mogen doen, structureel is blijven voorleggen aan het college en aan de gemeenteraad. En de gemeenteraad heeft naar u geluisterd en dat verzoek als prioriteit nummer 1 gehonoreerd in het coalitieakkoord. U bent nu aan zet. We zullen het traject van ons nieuwe strategisch communicatiebeleidsplan en de interactieve beleidsvorming eerst interne aftrap geven. Omdat een interactieve beleidsvorming niet iets is van de afdeling communicatie, van de gemeentesecretaris of van mij als coördinerend portefeuillehouder alleen. Het vraagt om een omslag in denken. Het vraagt om een in eerste aanzet passievere houding met betrekking tot het invullen van de beleidsvoornemens. En het vraagt om een zeer interactieve houding van de op het beleidsterrein verantwoordelijk portefeuillehouder, de wethouder of ik als burgemeester. En dames en heren, ik sta te popelen. Ik heb er zin in en ik zal zichtbaar en actief aanwezig zijn bij de activiteiten om zo daar naar u te luisteren. Dan mag ik u vragen om mee te doen. En vanuit mijn enthousiasme voor de interactieve beleidsvorming even terug naar de realiteit van vandaag. Een realiteit van waaruit we moeten constateren dat het vertrouwen van u als inwoners en het bestuur van de gemeente op onderdelen broos is. En ik moet soms helaas constateren dat dit op onderdelen wederzijds is. Er zijn momenten dat het wantrouwen groter is dan het vertrouwen in elkaar. En ik wil u hier bekennen dat mij dat pijn doet. En het is nadrukkelijk geen verwijt naar niemand toe. Want ik besef me terdege dat als ik met één vinger naar u wijs, dat ik dan drie naar mezelf wijs. En dan zie ik mezelf maar even als gemeente in de grote zin van het woord. Vincent Bijlo zei in zijn oudejaarsconferens dat we doof zijn getoeterd door de vuvuzela's en dat we elkaar niet meer kunnen verstaan. En hij riep op om in 2011 weer naar elkaar te gaan luisteren, met elkaar te gaan praten in plaats van over elkaar. En de commissaris van de Koningin zei daarover gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak: laten we eerst proberen te begrijpen en dan om begrepen te worden.
Het lijkt een open deur. Maar juist in deze tijd zijn ze zo enorm waar. En ik wens ons allemaal toe dat we in 2011 iedere dag ingaan als een nieuwe dag. Dat we oordelen of frustraties die we uit eerdere ontmoetingen met de ander hebben overgehouden, van ons af kunnen laten glijden. Zodat we iedere dag opnieuw weer nieuw kunnen kijken naar de toekomst. Dames en heren, ik geloof. Ik geloof in de kracht van onze inwoners. Ik geloof in de kracht van onze verenigingen. Ik geloof in onze gemeenteraad. Ik geloof in onze wethouders. Ik geloof in de kracht van ons bedrijfsleven. Ik geloof in onze belangengroeperingen. Ik geloof in Bunnik. Ik geloof in Bunnik. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. De wethouders hebben een eigen portefeuilleverantwoordelijkheid. De gemeenteraad heeft haar kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid. En u heeft straks nadrukkelijk uw participatieverantwoordelijkheid. Ik heb de coördinerende verantwoordelijkheid. Maar we hebben allemaal één gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijke samenleving. Waar een scherpe discussie thuis hoort. Maar waar we ons met elkaar richten op een positieve toekomst. De toekomst van een gezond, duurzaam en vitaal Bunnik. Ik heb zin in 2011. Ik wens jullie een hele fijne avond en een fantastisch jaar. Dank u wel. Dank daarvoor en ik wil even zo aan het eind één memorabel moment.